staatssecretaris Harbers vandaag presenteert. Hij zegt namelijk dat er te veel gedoe is rond die asielzoekers. In een interview met de Volkskrant doet hij dat. Hij wil ervoor gaan zorgen dat de asielzoekers zo min mogelijk gaan doorreizen binnen de EU. Hij vindt namelijk dat ze teruggestuurd moeten worden naar het laatste doorreisland waar ze waren. Voor Nederland geldt dan bijvoorbeeld dat wie eerst in België of in Duitsland was, dat diegene daar meteen naar terug moet. Ook richt hij zich op een eerlijke verdeling van asielzoekers over de Europese lidstaten. Het is een gevoelig onderwerp in de EU, want de Oost-Europese landen die weigeren eigenlijk een medewerking daaraan te geven. Het zijn dus geen nieuwe plannen, maar ze zijn wel erg hard nodig. Dat vindt ook CDA Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg. Wat we willen is grip krijgen op die grote vluchtelingenstromen. Het is hier en daar de hel op aarde, maar niet iedereen kan naar Nederland, Duitsland of Zweden. Dus wat we hebben gevraagd is, maak nou eens een totaalpakket. En dat heeft nu de staatssecretaris gedaan. Hij begint bij de grondoorzaken. En vooral wat je de afgelopen weken ook hoort, maak het veiliger in de regio. Mensen krijgen geen status meer forever. 3 jaar en dan kijken we of je terug kan. Daarin wordt geïnvesteerd in die terugkeer. En lukt het niet en blijft iemand hier, dan een fatsoenlijke integratie.